De Vlijt is in die zin uniek dat hij een van de weinige molens is die heel het jaar door 100% Nederlandse biologische granen verwerkt. We malen bijna alle granen van spelt, tarwe, haver, gerst, rogge, moet ik al nadenken, gierst. Nou ja, bijna alle granen behalve boekweit. Dat is allemaal biologisch en de meeste granen 100% uit Nederland. De tarwe en de spelt komen van voor de helft van een boer hier uit de streek, 4 kilometer verderop. En het restant kopen we in bij Agrifirm, dat is een landelijke biologische leverancier van granen. De rogge kopen we van een andere boer, die groeit hier in Wageningen. En de gerst en haver wordt via een inkooporganisatie gekocht en wordt geteeld in Groningen. Even afnemers in heel Nederland. We hebben vooral kleinere biologische bakkerijen die veelal op zuurdesembasis hun broden bakken en nemen hier af. Van Amsterdam tot Nijmegen. We hebben een paar grote retail ondernemers die klein verpakking afnemen. De vrijwillige molenaars in delen van Nederland die alleen op zaterdag draaien. En uiteraard de particuliere consument, wat dan wel het kleinste deel van de omzet is, maar wel een belangrijk deel. Het product wordt gemalen, opgevangen in zakken, stoffen zakken. Als we 1000 kilo hebben, dan mengen we dat tot een grote mengketel, tot een consistent geheel. Afhankelijk van de windsnelheid kan het zijn dat er wat variatie in de fijnheid of grofheid van het meel zit. We proberen een constante kwaliteit te malen. Als je dus 1000 kilo met elkaar mengt van hetzelfde product, heb je uiteindelijk toch wel een consistente kwaliteit. Dat wordt weer opgezakt in kleinere zakken van 25 kilo. En die worden weer gebruikt om ook weer te verwerken in broodmixen, bakmixen, etc. Het verschil tussen op een ambachtelijke molen met stenen gemalen graan en meelfabrieken is het, zeg maar, het productieproces. Hier wordt de hele korrel gemalen en uiteindelijk heb je 100% volkorenmeel. Daar wordt niets uitgehaald en bij meelfabrieken wordt eigenlijk omgekeerd te werk gegaan. Een meelfabriek maakt, om het weer toe te spitsen op tarwebloem, dus witte bloem, door het vooral over walsen te malen en dan in heel veel fracties tot alle bloem eruit is. En als men een volkorenmeel wil hebben, dan gaan ze weer zemelen terugzetten. Maar bij het walsen van tot tarwebloem verlies je ook andere ingrediënten van de tarwekorrel die er bij een molen nog in zitten. Tarwekiemen bijvoorbeeld. We hebben 10 mensen in loondienst, 4 molenaars en 6 winkel- en of inpakmedewerkers. De laatste 6 zijn dan wel part-time. En daarnaast moet ik natuurlijk mezelf ook nog voeden. En dat gaat goed, maar het is hard werken. En het leuke eraan is dat het ooit als hobby begonnen is. En ik uiteindelijk mijn brood daarmee kan verdienen. Dat is ooit een droom geweest als kleine jongen, zeg maar. En die droom is verwezenlijkt.